ik zit dan nu met mijn zusje en mijn nichtje en Luigi. Spreek ik het goed uit, hoop ik. Luigi. Ja, ik spreek het goed uit. Jee, in de auto. En we zijn op weg naar de fotoshoot. En ik hoop dat het een beetje goed gaat komen. Want ik wist echt niet wat ik aan moest of wat ik met mijn haar moest. Whatever, al dat soort keuzes. Je kent het wel. Dus ik hoop dat het nog een beetje goed gaat komen. En dat we nog een beetje op tijd gaan komen. Komt vast goed. We zijn inmiddels aangekomen op de locatie van de shoot. Het is een buitenshoot. Ik wist het niet. Want mijn zusje had ik het helemaal laten regelen van waar ze wilde shooten. Het is dus een buitenshoot in een heel leuk natuurgebiedje met leuke speeltuintjes en zo. Dus dat is voor Amy ook helemaal geweldig. Ik kan hier lekker ook een beetje spelen. En ik had mijn camera in de auto laten liggen, waardoor ik dacht van nu kan ik het niet vloggen. Nou, en Laura, zo heet degene waarbij we de shoot gewonnen hebben, die had zoiets van, ga maar even je camera halen. Gelukkig, want zij is natuurlijk zelf ook een blogger. En ik ook, al doe ik tot de laatste tijd iets minder, omdat ik het afgelopen jaar gewoon heel veel bezig ben geweest met YouTube en YouTube ontdekken. Maar het is wel de bedoeling dat ik ook wel weer meer ga schrijven, want daar haal ik zelf gewoon ook heel veel plezier uit. Dus dat is altijd wel fijn om gewoon een soort van herkenning met elkaar te vinden. En dat dan gewoon oké van elkaar te vinden. En dit verhaal wordt veel te lang. Ik klets ook nog altijd mijn nek, denk ik. Ik heb ze gevonden in ieder geval, denk ik. Want ik hoor hier wat stemmetjes. Dus ik ga eventjes kijken. En in die enclave zitten nu klaar om op de foto te gaan. Super cool. We hebben er even foto's van Indy alleen gemaakt. Dat is ook heel cool. De omgeving is hier ook echt. Ondertussen aangekomen bij het stukje met de boomstammen. Hier willen wij gewoon zelf spelen eigenlijk. Ik snap niet dat deze plek niet helemaal bezaaid is met kinderen die in die stakken hangen. En het is gewoon een soort natuurspeelplein eigenlijk. Je kunt daar zo overheen lopen. Dat hebben Indy en ik ook net gedaan. En dan ben je half kun je in het water vallen. Dat is een beetje spannend. Ja, Chloe die probeert Indy te laten lachen. Daar trekt ze alles voor uit de kast. Dat is dan ook wel weer leuk. Ik heb een monster. Hierboven is een uitkijktoren en daar ga ik even in met Indy. Ga jij mee of niet, Co? Nee, ik ga wachten. Dat is mooi, Chloe gaat niet mee. Dus die kan ik even mijn tas geven, ja. Want die is heel zwaar. Okay. Wij gaan er lekker in! Indy, waar ben je? Als kind vond ik dit ook altijd al super tof. Ik heb nog maar 4 minuten op dit kaartje staan. Dus we moeten heel snel doorklimmen. Yay, we zijn helemaal naar boven. Mama is daarin. Kijk, hier, daar is mama. Je kunt het net niet. Je ziet daar nog net mijn tas. Oh, jij kunt mama misschien wel zien. Chloe! Mama! Pas. Chloe! Mama! Ja, mama kijkt, zie je? Mama was even aan de telefoon. Ja, en dan gaan we nu weer naar beneden, toch? Oh, wil je nog even boven kijken? Dat mag ook. Ja, je moet dan naar zon. Dat durf jij wel, toch? Hartstikke goed. Oh, super. Doe je goed, man. Ja, was het leuk? Ja. Oeh, en hoe moest je kijken voor de foto dan? Oeh, super cool.
Luigi heeft net voor het eerst van zijn leven mogen blazen voor de bobcontrole. En ik heb voor mijn verjaardag heb ik ook een mogen blazen. Gekregen. En ik heb mogen blazen. Bijna. En nou, we zijn de bobber, jongens. Maar we mogen rijden. Doei. Ja, we mogen volgens mij. Doei. Hey. Dag. Tot vanavond. Dus, ja, wij zijn gewoon helemaal goed. Hey. Yay. Uit, hallo. Ja, en ik denk dat Luigi ook heel blij is dat dit heugelijke feit hij mag nu, de bobsleutel inleveren. Nu in mijn vlog ik heb een bob. Zit. Ja, dank u. Woehoe. Ja, ik blaas lekker. Ja. Ja. Ik had een voetbal, want ik had een groen lampje. Maar ik zag dat hij groen was hoor, ik heb het zelf gezien. Maar ik ga ruilen met Luigi, want Luigi wil deze hebben. Dus kijk eens. Heerlijk, ik heb twee slokjes op jongen, ik zit een shakeje zo. Ja, maar dat mag hè, twee slokjes mag hè. Hey! Het is beter helemaal. Oh my god! Dit is jouw nummer! Sowieso! Oh. En we zijn nu heel blij. Oh, sorry. Met een liedje. Mew or no Mew! Ik heb echt... Oh, Mew or no Mew! Ja, maar dat is spannend ook. Wij gaan nog even verder, want we hebben nog een druk programma. We moeten nog naar een verjaardag. En dan gaan we ook nog verder Chloé's verjaardag vieren. Want ik ben jarig. Want die is dus jarig. En dat was een halve Sarah. Groene bobsleutel. Ja, een groene, ja, precies. Die heb ik geruild, want die was van mij. Die ja, je bent geslaagd voor je eerste bob-examen. Ja. Yay! En dan hier alvast wat foto's.